jongens. Je mag hier niet fietsen. Ja, dikke lul. Moet ik mijn collega's erbij gaan halen? Hou je collega's er maar bij. Hou je collega's erbij. Wat wil je doen? Raken. Ja, ben je gek geworden of zo? Wat doen we verkeerd dan? Huh? Respecteren. Je moet gewoon even respecteren. Ah, fuck you. Wat zeg je? Ben je me niet zo hard? Nou, stel je niet zo aan, joh. Ja, volgens mij zijn we net geflitst. Nee, ik denk dat iemand een foto van ons heeft gemaakt. Denk ik. Ja. Heb je wel eens een keer een verkeersboete gehad? Zeker. Ja, ik ben ooit betrapt op het fietsen op een plek waar het niet mocht. Nou, wat erg van je. Ja, sorry. Door een boa zeker ook. En boa heeft me toen wel aangehouden en heeft gezegd van... Nou, sorry, maar ik moet je toch echt een boete gaan geven. Ja. Wat deed je toen? Ja, ik heb die boete maar betaald natuurlijk. Ja, logisch. Oh, netjes. Maar ja, ik heb wat gelezen. Wist je dat in 2022 bijna 10.000 mensen agressief reageerden op mensen met publieke functie? Dus ambulancepersoneel, politie en dus ook boa. Jij hebt die boa toch ook niet aangevallen met je brede torso? Nee, zeker niet. Oké, nee. Gelukkig. Maar het klinkt wel als een goed onderwerp voor een experiment. Dus heb ik iemand geregeld die staat voor ons klaar in Nieuwegein. Oh. Een acteur. Nou ja, op naar Nieuwegein. Plank gas. Nee, niet te hard, niet te hard, BMN. Nee. Wij zijn BMN en Jaap en gaan Nederland eens flink aan de tand voelen. Met een bus vol vermommingen en verborgen camera's rijden we door het land om samen met een bekende vriend of vriendin te testen hoe mensen reageren op onze sociale experimenten. En dat doen we in your face. Ja hoor, dat doe je dat toch weer goed. Goed hè? Zo, jullie zijn laat man. Jullie zijn laat. Goed dat je er bent. Ja, samen dan. Een prachtige Nieuwegein. Jij ook Jaap. Dankjewel. Ga erin jongen. Ja, Nizar, we kennen jou als rechercheur bij Mokro Mafia. Zou je zelf ook bij de politie willen? Ik heb toch liever dat ik acteur ben. Ja? Ja. Nou ja, gelukkig, want we gaan geen politieagent van je maken vandaag, maar een boa. Boa? Ja. Nou, een goede vriend van mij is boa. Maakt hij wel eens asociale dingen mee? Ja, gewoon asociaal, uitschelden, intimideren. Wil jij, is dat zo? Ja. Ja, wat gaan we nou doen vandaag? We komen fietsend aan. En dan sta je daar als boa en jij gaat ons tegenhouden omdat we daar dus niet mogen fietsen. En dan gaan we kijken, ja, wat gaan mensen dan zeggen? Wat gaan mensen doen? Wat denk jij? Ik verwacht eigenlijk dat mensen gewoon zeggen, ah, laat het maar. Ja, maar dan doen wij nog een schepje erbovenop. Dan gaan we heel agressief doen. Grote bek, oh, een beetje jou fysiek. Duwen. Ja, ja. Bereid je voor. Zullen we het gaan doen? Ja, is goed. Let's do it. Ah, leuk man. Spannend. Hoppa. Vergeet onze fiets niet, hè? Oh ja. Ja. Je mag hier niet fietsen. Ah, er zijn nog wat chickies langs komen, toch? Hé, hey, jongens. Wat? Er zijn nog wat chickies langs komen. Ja? Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Ja. Nou, fietsen. Je mag hier niet fietsen. Ja, dikke lul. Fuck you, kom. Maar je mag hier niet fietsen. Maar wat wil je nou? Het is geen fietspad, ja, helaas. Dus? Ik wil jullie vragen om even af te stappen. Wat maakt het ons uit, joh, nepagent? Wat denk je nou? Ik wil jullie vragen om af te stappen. Wat doe je verkeerd, jongen? We doen hier even toch helemaal niks? Af te stappen, dan kan je netjes doorlopen. We doen hier toch helemaal niks? Huh? Ik ga je toch echt vragen om even af te stappen? Wat wil je nou, nepagentje? Ja, maar kom. Fiets gewoon door. Nee, maar dat kan niet. Wat wil je nou? We gaan hier niet fietsen. Want? Mensen eten hier toch? Dus? We mogen toch fietsen wanneer we willen? Nee. Mensen hebben hier toch ook last van? Wat doe jij moeilijk, gek jongen? Doe gewoon nepagentje. Nepagentje? Ja, ga je nu ook beledigen? Huh? Ik vraag toch netjes of je wil afstappen? Ja? Geen probleem. Jongens, ik ga een bekeuring uitschrijven. Oh, jij gaat een bekeuring uitschrijven? Ja. Die kun je reeds stoppen, vriend. Echt, die kun je reeds stoppen. Gaan ze uit onze weg? Gasten. Kom op. Oh, wat wil je nou doen dan? We trekken ons niks van jou aan. Ah, joh, kom op, doe niet zo moeilijk, man. Hoe lang ga je nog scènes gaan schoppen? Laten we gewoon fietsen, er loopt toch niemand? Ja, maar het is geen fiets. Er loopt toch niemand? Of de stop, jongen. Er loopt ik vind het niet fijn als je me aanraakt. Wat is het probleem dan? Dan gaan we gewoon fietsen. Hey, fuck you. Ik vind het niet fijn als je me aanraakt. Fuck you. Huh? Respecteren, je moet gewoon even respecteren. Ah, fuck you. Wat zeg je? Fuck you, zeg ik tegen hem. Oh, ik denk dat ook. Oké. Want? Oké. Wat? Oké. Als wij hier willen fietsen, gaan we hier fietsen. Nee, ga je niet doen, nee. Ga je niet doen. Hoezo niet? Ga je niet doen. Jongens, nou, ik wil stap gewoon even netjes af. En dan... Ja, en deze vader en zoon, die stonden al een tijdje te kijken. En na een tijdje toen keek ik met mijn blik naar hun. En toen zeiden ze, oh, gewoon fietsen hoor, gewoon fietsen. Nee, maar ze mogen hier niet fietsen. Ja, dat is hij zegt ook geen probleem. Kom, we gaan gewoon. Maar volgens mij vond het eigenlijk helemaal niet heel tof hoe wij reageerden. Zo kwam het ook bij mij over. Dat hij dacht van, joh, laat ze maar gaan, geen probleem. Dan ben je er vanaf. Ja. Hoezo niet? Ga je niet doen. Mag niet.
Dat mag niet, van wie niet? Van wie niet? Er zijn de regels, toch? Het is geen fietspad hier, jongens. Kom op, stap gewoon even af, jongens, boys. Stap gewoon even. Niet meer aanraken, niet meer aanraken, niet meer aanraken. Wat wil je doen? Niks, toch? Moet ik mijn collega's erbij gaan halen? Hou je collega's er maar bij. Hou je collega's erbij. Wat wil je doen? Hè? Doe even normaal tegen hem. Hoezo? Wat is het probleem? Je mag hier niet fietsen, er zijn kleine kinderen hier. Sorry? Maak ons niet boos, hè? Maak ons niet boos. Jongens, kom op. Maak ons niet boos. Luister gewoon. Echt, ik vraag het je nogmaals netjes. Wil je alsjeblieft... Kun je even van die fiets af... Wil je mij alsjeblieft niet aanraken? Hey. Jongen, ik fiets toch niet? Laat maar gaan. Ja, en niet meer aanraken. Wat wil je doen? Nee, hij moet niet doorgaan. Wat wil je doen? Niet meer aanraken. Kom, gaan fietsen. Een beetje rustig aan, kerel. Nou, dan gaan we gewoon fietsen. Oké. Okay. Nee, jongens, kom op. Zeker. Stap gewoon even af, boys. Kom op. Wat wil je nou? Boys, stap gewoon even af. Kom op. Hè? Jongens. Wat wil je nou doen? Jongens. Wat wil je nou doen? Als jullie daar nu komen, hebben jullie een probleem. Zit allebei, ik waarschuw jullie. Nee, niet aanraken. Niet meer aanraken. Niet meer aanraken, jongens. Hij doet alleen zijn werk, hè? Denkt ze wel. Wil mij niet aanraken. Ja, ben je gek geworden of zo? Wat doen we verkeerd dan? Dat je hem nog buiten draagt. Ja, dus? Dus? Moet eens kijken wat een klein mannetje. Huh? Wat kan je raar te doen? Ik vind het niet normaal hoe het tegen hem praat. Waarom niet? Hey, handhaving. Jullie mogen hier niet fietsen. Wat is het probleem? Er zijn voetpadden hier. Ja, we mogen er nog wel scheid aan hebben. Ja, en als hij is handhaving, dan zijn jullie aan. Ze krijgen bijna een bekeuring. Dan moet ik bang zijn voor handhaving. Ik hoef niet bang voor te zijn, maar een beetje respect mag wel. Hij begint meteen met een bekeuring. Nee, hij deed niet. Hij vroeg jullie wat. Jullie hebben een gehoorde mond. Daar begint het mee. Dan mogen hier toch gewoon fietsen? Nee, je mag hier niet fietsen. Nou, gaat helemaal mooi worden. Maar sla dat op. Hoezo denkt hij dat hij wat te vertellen heeft? Dat is een handhaving, daar zijn ze voor aangesteld. Sorry? Waar zijn de kleine kinderen dan? Ja, dat is niet van niks. Natuurlijk normaal, hè? Ja? Het voelde wel heel erg lekker, neem ik aan voor jou. Zeker. Ook. Dat echt iedereen gewoon vol op ons ging eigenlijk. Ja. Ik bleef stil. Ja, ik hoefde niks meer te zeggen. Nee, precies. Maar je was veilig. Ja, ja, dat is wel. Denk eens na, man. Moet je een grote mond? Ja, jongens. Ja. Wat een grote mond. Hij heeft een grote mond. Nee, hij heeft gewoon. Ja, we komen aan fietsen. Hij recht. Ja? Alsof hier een zonnetje, een lekker zonnetje. Waarom zou ik hier niet mogen fietsen? Ja? Zit ik aan hem? Als jullie aan hem komen, als je niet van de fiets afgaat, hebben jullie allebei een probleem. Zit ik aan hem? Oké. Okay. Stap gewoon af. Tosting, ja, wat een vraag. Oké. Okay. Wat doet zit hij raad te doen? Lieve mensen, ik zal jullie even uit de situatie halen. Het is gelukkig niet echt. Het is allemaal niet echt, jongens. We horen bij elkaar. We hebben dit in scène gezet. Om aandacht te vragen voor geweld tegen boa's. Het is niet echt. Oh. Wij kennen elkaar. Maar goed gedaan, meneer. Ja. Wij kennen elkaar. Wij zijn een scène aan het... Oh, dan is het goed. Dit is Nizar, onze acteur. Broer. Okay. Goed gedaan, man. Ja. Erg, wij trappen er gewoon in. Ja. Niet normaal. Je ging er wel voor, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Oké. Okay. Dit komt niet eens hier aankomen. Hij doet het wel goed. Ja. Maar u ook. Jij minder. Ja. Doe ik altijd als ik iets zie wat ik niet rechtvaardig vind, dan vind ik dat ik daar wat van moet zeggen. Want ik vind dat iedereen gewoon zich fatsoenlijk moet gedragen. Het is gewoon dat ik een belachelijke situatie vind, dat ze de handhaving er niks van aantrekken. Ja. En ik vind die jongens die worden betaald om hand te haven. En dan moet je gewoon wat mee doen. Ja, hij doet zijn werk. Hij doet het netjes, dan vraagt het netjes. Ja, ja, dan moet je dat doen. Je zou ook kunnen zeggen van ja, goh, zo'n boa, die kan ook zichzelf wel redden. Nee. Vind ik niet. Omdat hij van handhaving heeft, moet ik hem maar zo zeggen van, hij redt zich wel. Nee, dat doe je toch niet. Dank je gedaan. Dank jullie wel, hè. Dank je wel, hè. Shukran. Mijn bodyguard. Ja, Nizar, zit erop. Hoe vond je het om handhaver te zijn? Ja, mixed feelings moet ik zeggen. Aan de ene, ja? Ja. Kan me voorstellen na vandaag. Aan de ene kant denk ik van ja, je krijgt best veel over je heen. Je bent gelijk in een soort situatie die kan escaleren. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zie je ook wel gewoon dat mensen je, ja, ze helpen je wel. Heel duidelijk, hè? Ja, ja. En mensen die niet hierbij betrokken waren, die gingen je ook allemaal vragen stellen, hè? Ja, ik was wel echt verbaasd over dat er zoveel mensen ook naar je toe komen. Gewoon van de weg, ken je die straat, mijn fiets is gestolen. Hij zit gewoon lekker in je rol. Ja. Nou, ze zagen jou gewoon echt als een helpende hand. Ja. Dat zijn natuurlijk boa's ook. Nou, Nizar, mogen we je bedanken voor je prachtige rol als boa. Ja, geef hem een hand, want we moeten hem even... Bedankt! Ja, bedankt, maar ook een beetje sorry dat we je zo hebben aangevallen vandaag. Ja, heb je bloemen mee? Ik vergeef het jullie. Nou, gelukkig. Wel interessant, wat zou jij doen in zo'n situatie als je zoiets meemaakt? Wat zou je doen? Laat even weten in de comments. En nu gaat Benjamin. Binnenkort zijn we er weer. Ja, dat is nieuwe leuk. Aflevering. Heel graag. Tot dan. Tot dan. In your face. In your face. En nu is de eindkaart. We moeten even afwachten. Hè? Nu komt de eindkaart. Ja? Met allemaal leuke andere video's. Ja, die komt nu. Ja, ik wil andere dingen gaan doen nu eigenlijk. Nee, je moet even wachten op de eindkaart. En die is nu afgelopen.